Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wanneer je een traditie of sport in stand wilt houden, dan moet je bij de kinderen beginnen. Dat hebben ze ook in het horsbal begrepen. Natasha Goldschmidt gaat aan de slag met kinderen vanaf 6 jaar, die het ponyrijden al goed onder de knie hebben, wat lenig zijn en een fikse dosis lef bezitten. Want ook in mini-horsbal moeten de jonge spelers een gevallen bal oprapen zonder van hun paard te stappen. Ik ben Natasha Goldschmidt, ik ben 25 jaar. Ik speel reeds 11 jaar horsbal in België in Caramel 2. Ik speel ook in Frankrijk en ook in het nationaal team. Ik bied eigenlijk Shetlandlessen aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar om ze te leren kennismaken met de sport. Want voorlopig zijn er nog geen andere clubs die dat echt aanbieden. Wat houdt dat juist in? Ze leren eigenlijk met Shetlanders dus horsebal spelen. Dus dat is een teamsport waarbij dat ze 4 tegen 4 spelen. 3 passen moeten geven en dan eigenlijk werpen in een doel. Dus hoe begin je eigenlijk aan horsebal? Zeker als kindje tussen 6 en 12 jaar kan je bij mij terecht. Dan krijg je eigenlijk een pony toegewezen voor elke les. Dat kan dezelfde zijn, soms zijn dat ook andere ponies. Qua materiaal krijg je ook alles. Je hoeft eigenlijk gewoon je tok en botjes mee te nemen. Wat moet je zelf kunnen? Dat is stap, draf en galop. Dus we vragen wel dat het kindje stap, draf en galop vrij goed beheersen. Een lesje bij ons, dat kost eigenlijk €25. Vergeet niet, ze zitten ongeveer 2 uur op de pony. Dus met het inrijden, de begeleiding, alles erop en eraan. Ongeveer een 2 uur. Je kan ook een teambeurtenkaart nemen, dat kost dan €200. Dus dan betaal je eigenlijk maar €20 voor een les. We hebben vrij veel kindjes die dus echt in het wedstrijdteam zitten. Dus er zijn ongeveer met 12 die echt elk weekend eigenlijk, dat we officieel spelen, die vriendschappelijk spelen. Ze doen echt een klein Shetland-competitie. We hebben natuurlijk ook ruiters waarvan de ouders gewoon zeggen we willen graag eens komen trainen. We staan er eigenlijk allemaal voor open. Het is een beetje naar de wensen van de kinderen en aan de ouders. Problemen dat je kan verwachten als je de eerste keer komt proberen, dat is vooral het vertrouwen dat je moet hebben in de pony. Vaak denken ze, mijn teugels loslaten, dat is nogal vreemd. En zeker als ze dan wat sneller gaan. Dan ook natuurlijk het balgevoel. Hè. We zien vaak dat er heel goede ruitertjes zijn die dan iets minder balgevoel hebben. En ook omgekeerd. Natuurlijk, de combinatie zou perfect zijn, moest elk ruitertje heel goed kunnen rijden en veel balgevoel hebben. Dus het is een beetje zoeken in het begin. Voor de rest, echt problemen die zich voordoen als ze deze komen proberen. Omdat ook op de kleine ponies zijn er niet echt. Het is vooral ook gewoon de ouders die op hun gemak moeten zijn. Want horsebal ziet er heel spectaculair uit. Dat is ook nog vaak een probleem, want ouders denken van horsebal en naast een pony hangen, dat is gevaarlijk. Maar we proberen alles zo veilig mogelijk te doen. Fysieke eisen, ik denk echt fysiek zijn er niet echt. Hè. Je moet een beetje lenig zijn, een beetje balgevoel hebben, dat wel. Maar mentaal moet je vooral goed kunnen spelen in teamverband, dus je moet echt wel een teamgevoel hebben. Uiteindelijk, bijna alle andere disciplines in de paardensport, dat is alleen jij en je paard. Veel lef hebben, niet te snel bang, denk ik dan. En vooral durven, hè. Horsebal en alle sporten dat je een beetje op niveau wilt doen, denk dat vooral een beetje is dat die ouders er echt moeten achter staan. Ze moeten hen kunnen engageren om elk weekend te komen, elke week op een vast uur te komen trainen. Ja, en dan ook het financiële aspect eraan. We bieden het niet zo duur aan. Natuurlijk, op match komen, ze moeten die verplaatsing. Vaak gaan we ook verder, dan moeten ze een hotel betalen. Natuurlijk, ze zijn niet verplicht om mee te gaan op match, maar ik denk dat vooral de grootste drempels zijn dat zich voordoen. En we bieden dan achteraf ook, dus van 6 tot 12 Shetlanders aan. En dan vanaf 12 tot 16 kunnen ze eigenlijk bij ons terecht om echt met een eigen pony of een gehuurde pony van ons dan, die horsebal al heel goed kent, verder te doen. Om zo de overstap naar het paard veel kleiner te maken.
Ik denk, bij mij was dat toch zo. Ik was ook maar 14. Allee, maar dat is al vrij oud. Als ik nu vergelijk met welke kleine kindjes ik lesgeef. Maar toen was ik 14 en ik merkte vooral dat dat voor mij een heel nieuwe ervaring was binnen de paardensport. Dus ik was van... je hebt vrienden opeens binnen je ploeg. Je doet dingen samen. Je bent niet meer alleen. Het is niet altijd dat iedereen concurrentie is. Het is vooral een heel leuke wereld. En ik denk eens dat, dat je te pakken hebt, dat je niet zo snel meer ermee stopt.